Bij de aan- en afmeerplaats van de veerdienst in Woudrichem is het water nog relatief rustig. Heel wiebelig. Dat zou het wel worden, denk ik. Het tochtje naar de overkant zal de passagiers nog lang bijblijven. De rivier de Merwede is door de storm compleet op hol geslagen. Ik vind het een beetje eng. Ja, nou, we halen er even in de nal. Ik weet niet of het diep gaat, hè? Van de meter 3, zeg maar. Om de dienst in de vaart te houden is een kleinere boot ingezet met meer motorvermogen. Maar deze heeft net weer wat meer vermogen en manoeuvreercapaciteiten. En je zal dadelijk zien, we gaan naar Sleeuwijk, daar is het allemaal wat krapper. En dan is het wat handiger om met een kleinere boot te varen. De 700 pk van dat bootje beuken in op de golven richting Sleeuwijk. Waar het vervolgens helemaal los gaat. Hoe gaat ie? Ja, goed. Ja. Is het lekker hier dus? Nou, heel even net. Ja. Ja, dat was wel even eng. Wie heeft op dit moment het wildste water? De wildwaterbaan in de Efteling of jullie veerdienst? Nou, ik denk wij op dit moment en dat wij ook het goedkoopste zijn. Want in de Efteling betaal je 37 euro. Wow. En hier 2 euro en dan heb je het net hetzelfde. Ja, ik heb liever eigenlijk nog een keer kritiek over mee, maar hij zegt dat het niet leuk is. Maar ik vind het wel leuk. Het was hoe dan ook een bijzonder stormachtig dagje voor de passagiers en bemanning van de veerdienst.